Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pockify. Vandaag hebben wij betonnen blokjes. Want dit is, heeft iets met technologie te maken of iets? Ik weet het niet. Nou ja, ik weet het trouwens wel. Haha, grapje. Nee, ik weet het wel. Dus dit is dus een wifi-porter. En dan denk je van, wat de hel is een wifi-porter? Een wifi-porter is namelijk een blokje, zoals in dit geval dan, met een NFC-chip erin, waardoor je, als je je mobiel erop legt, hij alle informatie overneemt van je wifi-netwerk. Dus je kan gewoon je telefoon erop tappen en bam, je bent verbonden. En that's gewoon wat het is. Natuurlijk heb jij standaard niet jouw wifi-codes en informatie op dit blokje zitten, want anders zou dat natuurlijk heel raar wezen. Want dat moet je namelijk zelf installeren. En hoe je dat doet, laat ik je nu even zien. Oké, Mel, dus kom maar even mee. Dus als eerst heb je deze app dus, de Wifi Coaster app. Die download je en die ga je vervolgens openen. En dan zeg je van, nou ja, start. En dan toestaan Wifi Coaster je locatie gebruikt. Ik snap niet waarom je niet... Waarom moet hij mijn locatie hebben? Ik weet niet. Sta hier toe. Kijken of het dan nog steeds werkt. Want ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van, waarom moet je mijn locatie weten? Dan druk je plus. Dan heb je hier een SSID en wij hebben hier een netwerkcode ding. Ik zal even de IP even wegblurren, of met de vinger op zitten. Dus de SSID is dus je netwerk... dat twijfelde Mel even waar ze moet focussen. De SSID is dus je netwerknaam. Dus die vul ik even nu in. Of wacht, moet ik die invullen? Je hoort die gewoon al te vinden, toch? Wacht even. Ik denk dat je wel locatie moet doen, Mel. Ik weet, I don't know Apple. Hier, dan laat ik hem wel even zien hoe die mooi alles nu doet. Mm-hmm. Heb je toegestaan? Ja, weggebruikt een app. Bij mij zocht hij al meteen de netwerken op. Ik heb een idee, ik laat het even op mijn mobiel zien. Ik weet sowieso hoe dat werkt, because I don't know Apple. Je moet dan als iemand Apple heeft. Kan niet. Ach, die zullen vast slim, die weten vast wel hoe een mobiel werkt. Ik weet niet hoe Apple werkt, ik weet hoe Android werkt. Dus daarom ga ik even switchen. Ik ga toch weer even in de Play Store. Ik heb hem al geopend namelijk. Start, zie. Ik heb hier al mijn netwerken al tussen staan. En dit is hoe het dus hoort. Dus ik zeg maar, kijk van oké, welke netwerk is dus van mij. En vervolgens klik ik dus bijvoorbeeld deze is van ons. Zie, dan heeft hij alles al erin. En dat was de bedoeling. Oké, nou, dan gaan we weg wat vervolgens invoeren. Kom maar, komt u maar. Het is veilig, Mel. Kom maar, zie. Ik heb dus nu het wachtwoord heb ik dus nu ingevoerd. Ja, wauw. En dan zeg ik create tag. En dan zul je dit zien. Maar dan moet je niet niks met QR-codes doen of wat dan ook. Je moet zeggen write to NFC. Wanneer je dat doet, dan ga jij uiteindelijk de toegang geven, zeg maar, om het op een NFC-chip te zetten. Dus ik zeg, dit blokje, hier wil ik NFC op hebben van mijn wifi-code. Doe ik mijn mobiel even tegenaan. Bop. En hij zegt, Ton. Dus dan is hij Ton en dat is helemaal prima. Dus dan doe je dat ding even weg. En dan zegt hij nu van, eigenlijk staat niet allemaal codes van wifi, weet ik wat, staat allemaal op het blokje nu. Dus ik ga eventjes de wifi uitschakelen en even mijn netwerk vergeten. Want natuurlijk, ik automatisch verbind ik al met mijn netwerk. Dus, maar stel je zou dat niet hebben, dan zal ik eventjes het voorbeeldje geven. Oké, dus nu hebben we het bovenste netwerken, is allemaal vergeten. En kom even dichtbij, Mel. Ik laat het zien. De magie. Oké, dus de wifi die staat uit zoals je ziet. Er staat een vraagtekentje bij. Dus hij zegt zoiets van, ik weet niet meer wat ik wil. Vervolgens wat ik nu dus doe, is ik leg mijn telefoon. Boep, hier tegenaan. En kijk wat hij zegt. Verbinding maken met netwerk? Do you want this? Dan zeg ik natuurlijk. En, bam, verbonden is hij. En ik heb wifi. Dat is hoe makkelijk het is. Dus elke keer als ik nu een wachtwoord vergeet, of wat dan ook, gewoon even een mobieltje erop, wop. En hij zegt meteen, wil je verbinden? Tuurlijk wil ik dat. En zo hoef je dus nooit meer jouw wifi-code telkens weer in te voeren en al het gedoe doorheen te gaan. Nu is het gewoon een kwestie van de mobiel erop en klaar. Maar je mobiel moet dus wel NFC zelf hebben. Als je mobiel dat niet heeft, dan kan dit ook niet werken. Dus zorg ervoor dat je dat eerst even goed uitzoekt of je wel NFC heeft.
En als je dat hebt, dan kun je gewoon gebruik hiervan maken. En dat is super handig, super snel. Dus als er bijvoorbeeld visite langskomt, wanneer het allemaal weer kan met corona, kunnen ze gewoon even mobiel tegenaan leggen. Even binnen met netwerk. Dan heb je niet meer, waar zit de wifi-code ook alweer? Zit je al zitten tikken en allemaal gedoe. Hoef je hiermee niet meer te doen. En dat is het. En dan gaan we nu over naar de eindbeoordeling. Wat vind ik nou van deze dingetjes? Gelukkig niet. Ik vind het best wel een top ding. Het is super handig en het bespaart enorm veel tijd. Vooral ook voor mensen natuurlijk die langskomen. Het is super makkelijk in te stellen. Dan het is gewoon een kwestie van downloaden van de app. Eén keer je code invoeren en het zit erop. Het enige nadeel wat ik wel een beetje van het ding vind is de prijs. En dat is op €30 kun jij zo'n blokje beton in huis halen. En voor €30 vind ik het toch wel best wel prijzig. Maar als jij zegt, ik vind het wel waard om niet meer die code elke keer in te voeren. Weet je, koop dit ding. Maar €30, ik vind het gewoon prijzig. En daarbij moet ik toch het blokje voor zijn prijs, wat het nu zijn prijs is, een 4 sterren beoordelen. Niet een 5. Als hij ongeveer €15 was, was het een 5 geweest. Tja. Moet ik opnieuw filmen? Nee! Inderdaad! Dankjewel voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer maar weer. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat. En tot de volgende keer.